We gaan praten over hoe nu verder. En dat gaan we doen met onder andere ook Joris. Kom er lekker bij zitten. Maar ook andere sprekers. Khadija van der Straten, Michel Scholten en Astrid Elburg. Kom allemaal even naar het podium. Khadija, kom zitten. En Astrid mag daar zitten. En schenk, Joris, zou jij een glaasje willen inschenken voor... We hebben toch wel door inmiddels dat, zeg maar, het boek laat zien dat het diversiteitsvraagstuk toch hardnekkiger is dan dat we hadden gedacht. Maar weet je, wat moet er nou eigenlijk gebeuren om deze impasse te doorbreken en om verder te gaan? Nou, daar ga ik dus onder andere met Khadija en met Astrid en Michel over praten. En ik zou met jou willen beginnen, Khadija. Sowieso las ik vorige week een heel interessant interview met jou in het NRC Handelsblad. Maar jij bent universitair docent bij de Rotterdam School of Management, onderdeel van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Je onderzoek richt zich op gender en intersectionaliteit in het bedrijfsleven, de Zuidas en op andere plekken. En is verschenen in wetenschappelijke tijdschriften, het NRC Handelsblad en World Economic Forum Agenda. Je hebt onderzoek gedaan naar wat dan de zevenvinkercultuur is bij multinationals. Zou ik het zo kunnen zeggen? Omschrijf die cultuur eens. Dat is een cultuur waarin je ziet dat eigenlijk masculine kwaliteiten nog meer worden overgewaardeerd dan in lokale bedrijven. Dat heeft deels te maken met het idee dat de ideale werknemer is een man die klaarstaat met zijn koffer, die risico's wil nemen, die ondernemerschap toont. Dus die, hoe meer masculine kwaliteiten je hebt, hoe beter. En het we hadden het er net al over. Eigenlijk het achtste vinkje. Als je een gezin hebt waar je verantwoordelijk voor bent, dan word je eigenlijk nog hoger gewaardeerd. Ja. En je hebt echt goed onderzoek gedaan hier. Nou, hoe ziet dat er eigenlijk... Ik wil het me voorstellen, want je legt het nu uit. Een gezin, iemand met een gezin, dat kan ik me dan nog wel, dat kan ik dan nog wel voor me zien. Maar misschien nog iets meer over hoe die cultuur eruit ziet? Nou, wat je ziet is dat het dus niet zozeer is... dat vrouwen worden ondergewaardeerd, dat vrouwen niet genoeg onderhandelen, dat vrouwen te veel in deeltijd werken. Maar wat je echt ziet, is dat een man, hoe meer masculine kwaliteiten die heeft, hoe hoger die wordt gewaardeerd, hoe sneller die promotie maakt, hoe sneller zijn fouten worden vergeven. Omdat hij aan dat ideaalbeeld voldoet, thuis een gezin heeft, verantwoordelijkheid draagt en aan al die eigenschappen van een ideale werknemer vloekt. En wat je ziet is hoe verder je afwijkt van het ideaalbeeld, hoe zwaarder je het krijgt en hoe minder je vergeven wordt. Dus je gaf al een paar hints. Hoe vertaalt het zich naar de dagelijkse praktijk? Dus als je aan die norm voldoet en dat je dus beter beloond wordt dan als je daar niet aan voldoet, bijvoorbeeld. Nou, dat kan je letterlijk terugzien in lonen. Dus wat je kan zien is... mannen worden beter beloond, expats helemaal. Als je vader bent, krijg je bij een lokaal bedrijf $1 per uur meer. Bij een multinational $2 per uur meer dan de andere zeven vinkjes. En als je zwart bent en vader? Oh, dan is het al een stuk minder. En als je homoseksueel bent, dan ben je al helemaal niet masculin genoeg. Als vrouw krijg je minder, als moeder nog minder. Maar dat is universeel. Jij hebt dit onderzocht bij bedrijven. Hoeveel respondenten hebben we het dan over, zeg maar? 46.000 in 60 landen. Nou, ik zei net heel stoer van nodig ze uit. We hebben echt best wel ons best gedaan om die CEO's te vragen. Maar daar zit iets. Met jouw onderzoek in het achterhoofd, kan je daar iets meer over zeggen? Daar kan ik wel iets over zeggen. Dat is een hypothese, want ik heb het ze niet zelf gevraagd. Ja, ja. Maar wat je natuurlijk ziet, is dat die zeven vinkjes bij multinationals ook wel echt een voordeel van deze cultuur hebben gehad. Die hebben echt voordeel gehad en nog steeds aan racisme en seksisme. Ja. Historisch gezien, als je kijkt, sommige historici zeggen zelfs, het moderne idee van racisme was om de slavernij te legitimiseren. Vooral multinationals hebben daar natuurlijk ontzettend aan verdiend. En wat je nu ziet... Kun je dat nog één keer zeggen? Het moderne idee... het werkt altijd zoveel beter, namelijk ik... Het moderne racisme... Eigenlijk in de middeleeuwen was identiteit helemaal niet zo aan ras gekoppeld. Was vooral aan religie gekoppeld.
Maar wat je nu ziet, het moderne racisme was een legitimisering van slavernij. Ja. En daar hebben natuurlijk multinationals, de zeevinkjes bij multinationals, echt een voordeel van gehad. En wat je eigenlijk nog steeds ziet, daarna als je de koloniale tijd, dan waren het de vrouwen van kleur die de huishoudens runden, die vooral ondergeschikt waren, hun mond niet opentrokken. En die ideeën zie je nog steeds terug. Ja. En je ziet ook nog steeds terug dat multinationals die zeevinkjes een voordeel ervan hebben. Dat je ziet dat voor de allerlaagste betaalde banen toch het liefst vrouwen van kleur. Ja. Want die slikken dat, die voeren de orders uit. Dat idee zit er nog steeds. En je ziet ook, die worden ook als eerste weer ontslagen. Want ja, die hebben geen gezin om te onderhouden. Hoe kan het dan, want ik hoor het jou nu zeggen, Martin Luther King heeft daar ook over geschreven. Ik zei het gisteren tegen Astrid in zijn boek Where Do We Go From Here? Chaos or Community, net voordat hij werd vermoord. Omschrijft hij eigenlijk de dehumanisatie van zwarte mensen om slavernij te legitimeren. Hoe kan het dat het eigenlijk geen gewoon goed is? Dat dat niet een soort fact is die iedereen meeneemt in een gesprek, maar dat je daar vaak over in discussie valt en raakt. En dat argument wordt gezien als emotioneel of het verleden erbij halen. Het is erg confronterend, het is erg ongemakkelijk. Ik heb studenten, absolute zevenvinkjes, die zeggen dat er geen racisme in Nederland is. Ja, dat is shocking. En daarom is het juist zo goed om het maar te blijven herhalen. We hadden het er hiervoor ook al over gehad. We moeten het blijven herhalen. Ik herhaal het door het gewoon in cijfers te laten zien van jongens, ik zie het gewoon. 46.000 mensen, ik zie gewoon verschil. Mm. Joris doet het op zijn manier. Activisten doen het op hun manier. Maar de boodschap blijven herhalen. De hele Black Lives Matter movement, de hele MeToo movement. Hoe meer je het herhaalt, hoe meer mensen het eigenlijk niet meer kunnen ontkennen. Ja, wat ik ook mag je voor applaudisseren. Hadice, wat ik ook wel interessant vind aan jouw onderzoek is, het gaat niet over, of nou, in het verlengde daarvan, dat vrouwen zich anders moeten opstellen tijdens onderhandelingen. Jij hebt het eigenlijk over de mannen. Ja. Is mijn microfoon leeg? Anders moet ik even een handmicrofoon krijgen. Er komt wel. Dat je het eigenlijk. Ja, je noemde het overschatting van mannen. Ja, en van mannelijkheid. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen? Nou, het is zo lang weggezet als een vrouwenprobleem, gender inequality. Dat vrouwen. Waarom doen vrouwen het anders dan mannen? Maar eigenlijk kan je ook de vraag een keer omdraaien en zeggen, ja, maar waarom belonen we mannen zoveel beter dan vrouwen? Waarom zitten op 8 maart, op Wereldvrouwendag, zitten alle vrouwen samen aan tafel zeggen, ja, het is best kloot als moeder in een multinational. Ja, vind ik ook. Het is best zwaar, hè? Dan gaan ze weer weg. Maar waarom zitten niet die mannen daar om een keer op 8 maart met elkaar te praten en te zeggen, hey, wat zouden wij nou eens aan gender equality kunnen doen? We hebben het net tijdens het bespreken van het boek gehad over bewust kiezen van woorden, van taal. Mm-hmm. Joris heeft daar heel duidelijk uitgelegd en Glenn ook wel van de keuzes die ze maken. Hoe zit het met taal in bestuurskamers? Is intersectionaliteit iets wat in bestuurskamers van multinationals wordt gebezigd? Is dat verankerd in de KPI's en de OKR's en de da-da-da-da? Nee, dat heet diversity and inclusion. Oké. Okay. Maar dat zeg je met een licht cynische blik. Daar zit ook een KPI aan. En dan kan je je afvragen, ja, oké, we nemen meer vrouwen aan en dan? Zijn we er dan? Nee. Wat je ziet eigenlijk is dat voor elke vrouw die promotie maakt, er 2 weggaan. Gewoon omdat de cultuur zo ontoegankelijk is, zo masculin is. Ja. Ik zal je helpen. Er is ook vooruitgang. Oké. Dus wat je eigenlijk ziet is,
En je ziet nu heel erg dat debat op de flanken, ja. Die polarisatie, wat eigenlijk ook een deel, een tegenbeweging is van de emancipatie die we wel zien. Dus er is echt wel, als je over de afgelopen 144 jaar helaas, zo langzaam gaat het, zie je echt wel vooruitgang. Je ziet vooruitgang in gendernormen, je ziet vrouwen die stemrecht krijgen, die arbeidsmarkt opkomen. Dus je ziet nu zelfs een versnelling door de globalisering. Doordat er steeds meer uitwisseling van ideeën is, steeds meer movements die steeds groter kunnen worden door technologie. Maar daardoor zie je dus ook die backlash die steeds groter wordt. Ja. En geldt dat voor het buitenland of voor Nederland die verandert? Beide. Oké, maar hoe zorgen we er dan dat we sneller afkomen van die overwaardering van een zeven vinker? Of van zeven vinkers? Wat zou daarvoor moeten gebeuren? Dat is echt een systeemverandering. Dus ik denk dat in de eerste plaats heel veel geduld kost. Ja. En het, wat ik net zei, gewoon blijven herhalen van alle kanten. Dus vanuit mijn vanuit de wetenschap doe ik mijn deel om te laten zien, hey, mensen die zeggen ik voel mij gediscrimineerd, zij voelen dat niet, dat zit niet in hun hoofd. Dat zie je ook echt terug. Een boek als dat van Joris, om het maar op de agenda te krijgen, een debat zoals dit, de media, dus activisten, hoe meer, we moeten het blijven herhalen, stapje voor stapje. Dus je bent ook blij met de rol die Joris heeft hierin, met zijn boek? Ik vind Joris ook heel zielig. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik misschien nog blijer ben met sommige van de andere gasten van vandaag. Ja. Maar bijvoorbeeld ook met de dame in het publiek die een boek heeft geschreven. Ja. Want om het vanuit een niet zeven vinkjesrol te zeggen, wat voor shit je dan over je heen krijgt, ja. Dat is nog veel erger. Waarvan akte? Joris, heb je nog gedachten naar aanleiding van wat ze allemaal... Nou, wat ik zo ontzettend goed vind, is dat idee dat die uitsluiting gaat over ons. Dus wij, diversiteit en inclusie is nu heel vaak dat de uitgeslotenen gaan vertellen hoe dat voelt. Maar volgens mij moeten de uitsluiters in de spiegel gaan kijken. En daar komt ook al heel lang oproep, hè, van Gloria Wekker in 2018, die hele mooie lezing in het humanisme. Het staat in het boek van Glenn. En het is, mannen, kijk eens in de spiegel. En mijn boek is ook een poging om te ontdekken waarom het voor ons zo makkelijk is om niet in de spiegel te kijken. En ik denk dat je dus, wat mij zo opviel in de interviews met mensen met andere vinkjes, is dat moment dat je beseft dat de zin, wees jezelf, doe je best en het komt wel goed, dat niet klopt. Maar er is een kleine groep die dat in hun jeugd te horen krijgt, wees jezelf, doe je best en het komt goed, en voor wie dat ook waar is. En die schrijven dan uiteindelijk een boek als De meeste mensen deugen. Want... Ik voelde weer iets opborrelen, maar... Of heet dat polemiek? Is dat... Ga verder. Nou, wat wij dus bijvoorbeeld de neiging hebben om te zeggen, oké, wij zijn dus kwaliteit. En kwaliteit is zichtbaarheid, is je mannetje staan. Dus we gaan vrouwen een cursus assertiviteit aanbieden. Wat we dus niet doen, is dat we zeggen, wij moeten op een cursus ruimte geven. Dat is ook... En dat is ook met de beloning van... Dat vond ik zo ijzersterk. Dat je zegt van, we moeten niet vrouwen beter leren onderhandelen. We moeten ophouden met mannen overschatten. Michel Scholten. Je bent impactondernemer, directeur en medeoprichter van True Price, een impact instituut. Je richt je vanuit True Price op het berekenen en verbeteren van de werkelijke prijs van producten, inclusief de sociale en milieukosten. En je bent verkozen tot minister van de nieuwe economie. En ik heb naar die wedstrijd gekeken, daar zaten echt heel veel getalenteerde jonge mensen tussen. Jij bent het geworden. Kort, wat doe je als minister van nieuwe economie? Ja, ik zag dat natuurlijk als een... Ja, het is voor mij natuurlijk een beetje een misplaatste titel. Maar ik dacht wel, het wordt wel erkend en ik dacht dat ik ga dat proberen. Er waren 210 deelnemers en ja, ik heb dat uiteindelijk gewonnen. En ik misbruik dat natuurlijk om een ongemakkelijke waarheid te brengen aan het bedrijfsleven. Wat is die waarheid? Bijvoorbeeld, slavernij is niet weg. Dus meer dan ooit mensen tot slaaf gemaakt die bijdragen aan de producten, die glimmende telefoon tot... de chocoladereep in de schappen. Maar dat geldt natuurlijk eigenlijk fundamenteel. Hè? Een soort van... Ja, je moet echt een... Het is overduidelijk dat huidskleur gecorreleerd is in de wereld aan
in een meer uitgebuite positie verkeren in internationale productie- en consumptie-economie. En dat is natuurlijk en het is zo pijnlijk ook. Hoe hard je ook werkt als kleine boer in, Ghana. Je komt generaties niet uit de armoede. Je verdient minder dan nodig is om überhaupt uit de kosten te komen. Ja, en dat is voor mij heel exemplarisch dat dat niet iets is wat afneemt, maar het neemt zelfs toe. Ja. Dus dat is waar ik dagelijks mee bezig ben. Ja, als je je hand even, niet aan de onderkant, maar dus beide boven, dus dat onderste stukje. Hadden. Ja, dat is gewoon een soort, beroepsinformatie. Ja. Maar anders gaat die zender niet, dat is zonde. Hoeveel vinkjes heb jij, Michel? Natuurlijk, ik voel me hier enigszins misplaatst. Ik zeg het eerlijk, als er staat wit, dan denk ik van, dit is niet de plek voor mij om ruimte te pakken. En het is ook niet de plek voor mij om te zeggen dat ik me misplaatst voel, want dan heb ik een soort van witte fragiliteit. En dat is een soort van meta, eindeloze soort van, Maar ik heb je gebeld, ik heb gezegd, Michel, je moet komen. Maar ik wist niet dat zo duidelijk, dat wit, maar dat is natuurlijk wel, dat kon ik ook wel verwachten hoor. Dus het is ook, ik ben absoluut niet een soort van slachtoffer in die zin, maar het is meer ongemak. Ik heb er 6, denk ik. Ja. Ik ben denk ik wel iemand die net als, 230.000 werkende armen in Nederland dat ervaren heeft hoe het is om geen geld te hebben in een samenleving die hyper geconsumeerd is. Die eigenlijk het gezag, het vanzelfsprekend rechtje te manifesteren, koppelt aan de kleren die je hebt. En dat is heel diep. Wij deelden de tandenborstel. Wij kregen de groenten van de groenteman. We kregen de kleren van het leger des Heils en dingen die ik weet, waar je natuurlijk niet bij stilstaat, maar dat was voor ons altijd een struggle. Onderbroeken hadden nooit elastiek, gaten hadden sokken, waren altijd te groot. En ook als je moeder keihard moet werken voor 3 kinderen, niet door de kinderbescherming. We moesten ook altijd, wij liepen op 4 op voeten en handen onder de vensterbank, omdat de kinderbescherming ons zou kunnen meenemen. Er was niet echt ouderlijk gezag. Of ik plaste in mijn broek, omdat ik achteraf, want dat zag men als een soort liesbreuk, maar ik was gewoon ik scheid in mijn broek van de angst, omdat we hadden niet een soort van gezag thuis. En ik denk achteraf, je voelt gewoon hoe mensen op je neerkijken in die situatie ook. Toevallig, Isabel, ik weet niet of je in de zaal zit, maar er was 1 meisje uit de klas, die had ook een moeder in de bijstand, terzet dat je er bent. En wij hadden een bondje, maar je wordt ook natuurlijk door de medekinderen word je daar natuurlijk een beetje op denigrerend aangekeken. Als je door de buurt loopt, vragen ze wat je daar doet. Als je in een kruidvat een keer kwam, want daar kwam je niet. Dat is heel intimiderend, dan moest je je zakken legen. En als mijn moeder een keer salaris kreeg, dan was het sinds salaria, want dan kon ik een keer naar de bakker. Maar dat zijn natuurlijk ervaringen die voor honderdduizenden Nederlanders geldt ook in toenemende mate. En het is nog veel erger geworden. Je kan geen centrum in als je geen geld hebt. Dat hier geen jonge mensen zijn. Er zijn heel veel jonge mensen. Meer dan 10, 15 euro voor een kaartje is natuurlijk onbetaalbaar. Dus je wordt zoveel uitgesloten. Dat is niets ten nadele. Want Rode Hoed doet hartstikke veel goed werk hoor. En dit is niet een disqualificatie van de Rode Hoed. Absoluut niet. Juist heel goed dat dit een plek is om dat soort dingen te zeggen. En ik vind ook wat jij doet, Joris. Je bent natuurlijk echt, ik vind je ongelooflijk bijzonder. Ik vind, jij bent geen eikel. Jij bent juist het tegenover. Ik vind jou echt een held. Heel veel van die mensen zijn die 7 vinkers. Die eikel, dat is zeker een soort van ubervink. En daar zijn er heel veel van. En dat ben jij duidelijk niet. Dus jij bent juist een super. Maar Michel, dank je wel voor je kwetsbaarheid. En applaus, geef een applaus. Nee. Hey. Oh. Ik ben nog niet klaar. Ik wil je nogmaals bedanken voor dat je op mijn uitnodiging in bent gegaan. Omdat dit perspectief is ook. Joris heeft het ook over klassenmigratie. Joris, jij bent iemand. Je bent naar de universiteit gegaan, naar de VU. Hoe was het voor jou om met de achtergrond die je net omschrijft, tussen de 7 vinkers te lopen en carrière te gaan maken? Wat denk je dat Joris het boek bijdraagt aan het veranderen van die situatie? Maar ik wil dus niet zeggen, iedereen heeft natuurlijk anders. En ik heb ontzettend veel geluk. En juist hele slimme klasgenoten, ook een soort van semi-geadopteerd door dokters. En die zeiden tegen mij dat ik zo slim was. En ik dacht in één keer van, ik voelde me heel erg dom. Ik geloofde wel steeds meer van. En toen ik een keer bijles breuken kreeg en die lerares zei van, dat wordt niks met jou, toen
wist ik, mijn vriendjes gaan naar het gymnasium. Ik ben slimmer dan mijn vriendjes. En ik ga daar ook naartoe. Dus ja, en dat is wel mentaliteit. Ik heb wel, want we hadden het er ook even in het voorgesprek over, hè, die scène die jij beschrijft in jouw boek. Want jij doet, jij hebt een, natuurlijk, jij mastert het schrijven, dus je hebt een stijl bewust gekozen. En die is enerzijds, dat komt heel erg naïef over. Dus ik kan me voorstellen dat mensen denken van, kom je daar nu pas achter? Maar dat is ook jouw stijl. Jij hebt dat heel, denk ik, goed juist als stijl gebruikt. Dat antropologisch, wat Glenn ook zegt, dat is juist heel krachtig. Maar wat ik daarin herken is die intimidatie die je ervaart in Londen, in de city, of eigenlijk bij The Guardian. Hè? En voor mij is dat, net als de universiteit, dat was voor mij gewoon, ik ga ze terugpakken. Nu ga ik gewoon cum laude, ik ga gewoon die 350 managementstudenten, ik ga ze allemaal pakken. Als zij gaan drinken, ga ik studeren. Ik ga water drinken als zij bier pakken. Ik heb in geen 10 jaar een café van binnen gezien. Ik was alleen maar aan het terugpakken. Ik dacht, eindelijk heb ik een plek om te studeren. 10 vierkante meter, 7 jaar uitbesteden met 16 mensen. Gewoon keihard. En het is heel lelijk, hè? Want ik had zoveel wrok en boosheid en resentiment. Dat was natuurlijk niet een hele deugdelijke mentaliteit. Maar Michel, dat gaf mij wel. Ja, ik heb gewoon geleerd om te floreren in die wereld. Met een pak stond ik ook heel lang op LinkedIn. Vanuit een soort van, ja, deze man die. Maar Astrid Elberg coacht voornamelijk ook biculturele Nederlanders. Maar je kan er zo bij. Want op een gegeven moment brand je. Nee, op een gegeven moment brand je op als je zo doorgaat. Ik zeg niet dat dat bij jou is gebeurd. Maar dit is een rat race. Of je nou uit Amsterdam Oost, Zuidoost, Oost-Groningen komt, die heel veel mensen maken. En het is bijna niet vol te houden. En het heeft met alles te maken wat er in het boek staat. Wat denk jij, nu jij minister van Nieuwe Economie bent, met jouw achtergrond, dat er moet gebeuren om een einde te maken aan die heerschappij van 7 vinkers, die al eerder is besproken vanavond? Ja. Nee, ik vond, Glenn, ik was tot nu toe alleen maar een college voor mij om ook even, nou, gewoon daar heel veel van te leren. En wat jij beschrijft, ik heb wel mededogen voor en juist bewondering voor. En ik heb natuurlijk, voor mij is dat makkelijk om te hebben, maar wel voor juist strijders zoals Joris. En ik heb ook liefde voor die, noem het, plek waar zelfs die, want ik heb heel veel kerels. Ik ben op LinkedIn, nou, ik schrijf veel over die problematiek en ik krijg. Ik schrijf ook wat minder, omdat ik zoveel, ik noem het boomerfragiliteit, ervaar. En dat is gewoon, je confronteert mensen. Ja, het is gewoon, dat is dat misplaatste positie pakken. Ofwel, met name in die duurzaamheid en ook die klimaattransitie. Hè, die fossiele fragiliteit is het ook wel. Ik leid zelf ook aan fossiele fragiliteit, dat doen we allemaal. Want we vinden het aan de ene kant heel, noem het, het is allemaal zo zwaar. En kleine stapjes zijn zo goed. En dat is natuurlijk misplaatst. En ook dat ze zo heroïs zijn. Inderdaad. Ja, het is zo heroïs. Maar wat moet er gebeuren? Nou ja, dat confronteren, dat gewoon niet uit de weg gaan. En ja, verder ben ik natuurlijk bezig. Bij ons werken inmiddels 80 mensen. We werken over de hele wereld in die bestuurskamers om de informatie te geven over wat is het armoedegat. Hoeveel moet er? We hebben bij Tony Chocoloni, was onze eerste klant. Hoeveel miljoen euro moet erbij om die kleine boeren. Dus het zijn. Ja, het zijn mensen die hard hun best doen, maar ze hebben niet heel veel land. Hoeveel moet er in euro's bij om daar het armoedegat te dichten? Om daar de kinderen die tot slaaf of eigenlijk tot kinderarbeider gemaakt zijn, uit die keten te halen. Dat is gewoon een cash transfer. We hebben daar miljoenen, ze hebben dat in 20 minuten besloten, Henk Jan in die tijd. Om dat te compenseren, te herstellen, te voorkomen. Dat moet je op grote schaal in de economie doen. We hebben inmiddels 20 supermarkten en verkooppunten waar je met echte prijzen kan betalen. En dus ook heel veel van Singapore tot Sao Paulo banken, waar we gewoon die gaten in kaart brengen. En ja, ik geloof dat je daar de prikkels ook belastingverschuiving voor nodig hebt. En ook gewoon die informatie en dan gewoon uiteindelijk de fiscale, maar ook de accountingregels en de wetten, het publiek-privaat-rechtelijke kaders waarin bedrijven opereren, dat moet veranderen. Want dan ga je het. Die normen waar wij nu voor pleiten, dat wordt bevroren. Dan heb je instituties en dan gaat het in het DNA van de economie. Dan wordt productie en consumptie echt duurzaam en dan heb je een rechtvaardiger wereld. Dankjewel, Michel. Astrid Elberg, je bent organisatieadviseur in strategie, transformatie en ethisch leiderschap. Je ontwikkelt masterclasses bicultureel leiderschap voor biculturele professionals. En je bent honors docent aan de VU hier in Amsterdam. Al jaren met macht bezig.
Je hebt alles gehoord vanavond. Ik wilde even zeggen tegen Michel, hij is geen eikel. Oké, dat hebben we gedaan niet. Nee, nee. Ja. Astrid, ja. Begin. Wat moet er gebeuren? Wat er moet gebeuren, om te beginnen, dat ik ook zeg dat ik zo blij ben dat ik geen vinkjes heb. Zeg, jeetje, ik zal maar vinkjes hebben. Heb je een enorme last op je schouder. Wat er moet gebeuren is dat wij moeten ophouden om naar die 7 vinkjes te kijken. En dat wij mensen moeten vertellen dat ze moeten worden zoals die 7 vinkjes. Ik denk dat we onze eigen plan moeten trekken. En dat is 1. Ik heb ooit eens een keer een interview gehad bij BNR Radio. En toen vroeg Ben Tichelaar mij hoe het is om anders te zijn. En toen zei ik, nou, accepteren dat je anders bent. En accepteren dat die 7 vinkjes er zijn. En dat je een strategie gaat verzinnen hoe je die 7 vinkjes gaat verslaan. Pak ze. Oké? Okay? Dat is 1 van de dingen. Wat anders moet is dat het onderwijs. En ik zit in het hoogste onderwijs, een ondersvak aan de VU. Daar moet ook zo ontzettend veel gebeuren. Want ook daar pushen wij kinderen in die ladder, zoals Robert Dijkgraaf het noemt. We moeten af van die ladder. We moeten kijken naar een waaier in de samenleving. En wat wij nu doen, is dat wij de 7 vinkjes nemen als een soort van maatstaf. En als je een mbo-advies krijgt of een havo-advies, dan heb je het gevoel dat je gefaald hebt. Dus iedereen streeft naar het worden van een 7 vinkje. En dat is zo ontzettend uitputtend. En daardoor ontken je zo ontzettend veel van wat je bent en wat je hebt meegekregen uit je achtergrond. Maar het klinkt ook als je het hebt over... het klinkt ook als het verhaal van I don't want to sit at the table, create your own table. Maar dan zeg ik altijd, ja, is ook ingewikkeld. Nou, het grote probleem is, je moet überhaupt niet, ik bedoel, je moet die table, die moet je bestuderen. Want je komt er toch niet tussen. Is dat zo? Ik is iedereen... Nou, mag ik? Ja, ja. Ik was aan de beurt, toch? Het is... wat ik gedaan heb, is dat ik zit aan die tafels. Je weet ook dat ik voorzitter ben van de Raad van Toezicht van het Muiderslot. Ja. Oké? How high can you go? En ik zit aan die tafels en ik wil er gewoon niet bij horen. En dat geeft mij zo ontzettend veel ruimte om te excelleren in wie ik ben. Ik ben niet bezig met waar ik aan moet voldoen. Ik ben bezig om het beste te worden van wat ik in me heb. En ik weet dat ik hoog sociaal risico loop. Dat wijzen alle onderzoeken uit. Dat ik zal worden buitengesloten. Dat ik zal worden onderschat. Dat mijn kwaliteiten zullen worden ondergewaardeerd. En dat ik onderbetaald zal worden. En ik weet, en ik ben erop getraind, daar zijn mijn voorouders op geselecteerd, dat ik 2 keer zo hard moet werken. Het zit in mijn genen. Dus dat is wat ik, als ik mensen train, dan zeg ik, oké, laten we eens kijken wat het voordeel is van 10 kruisjes. Want die heb ik. Ik heb geen vinkjes. Ik heb 10 kruisjes. Ik ben vrouw, ik ben zwart, alleenstaande moeder, afwezige vader. En alles wat al die deskundigen over mij hebben gezegd en in een hokje hebben geduwd. En ik dacht, hoe kom ik uit dit hokje? Dat is vastgesteld door allerlei deskundigen die naar mij kijken en die alleen maar achterstand zien. Hoe ga ik dat doen? Ja, als ik jou dat dan hoor zeggen, maar dat is gewoon, we kennen elkaar, dus ik durf dat ook wel te zeggen. Dat is jouw geluk, maar heel veel anderen niet. Sterker nog, je hebt het wel eens gehad over de nooit wat aan de hand allochtonen en de altijd wat aan de hand allochtonen. Ja. Nou, als je je zo manifesteert als jij net hebt gedaan, ben je een altijd wat aan de hand allochtoon. En dan kom je niet eens voorbij de eerste ronde van de sollicitaties. Nee, maar dan heb je bepaalde specifieke sociale strategieën nodig, zo heten die dingen. Als je altijd vecht, dan raak je om te beginnen uitgeput en dan loop je sowieso achterstand op. Dus je moet heel goed nadenken wie je bent en hoe je die 7 vinkjes om de tuin leidt. Oké? Okay? Als je frontaal erin gaat, dan staan ze met geslepen messen, wie heeft dat genoemd, op je te wachten, want men heeft een idee over je.
Dus je moet gaan nadenken wie je bent, van wie je kan leren, bij wie je het kan afkijken en hoe je er langs komt. En dat heet in het Engels the strategy of the underdog. Oké? Okay? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ze daar zitten, hetzelfde zeggen, hetzelfde uitzien, dezelfde kennis in hun hoofden hebben, hoe kom ik er langs? Khadija, agree? Disagree? Ik denk dat we twee dingen nodig hebben. Kijk, aan de ene kant, ik zeg altijd kill the patriarchy, maar morgen is die er nog. Dus we moeten zowel het systeem veranderen, maar zolang dat nog niet gebeurd is, heb je strategieën nodig om hem te overkomen. Maar ik denk uiteindelijk wil je het systeem veranderen. Sterker nog, Khadija, als alle individuele er langs komt, dan kun je het systeem veranderen. Dus het is en-en. Het is en-en. En we hebben mensen die bezig zijn met het systeem. En we hebben individuen en groepen die er langs komen. We hebben elkaar nodig. Maar zo hebben we ook nodig, heren als Joris Luijendijk die dat opschrijft. Laat hem het maar doen, want als jij dat doet, word jij frontaal aangevallen. Dus we hebben Joris nodig. En dan kijken we hoe hij gaat en dan gaan we hem redden. Joris, we gaan richting het einde. Wat heb je hier nog over te zeggen? Ik eindig altijd mijn verhaal met van hoe minder vinkjes, hoe knapper je prestatie, maar hoe kleiner de kans op promotie. Maar wat voor promotie bedoel je precies? Nou, in organisaties, als er twee cv's liggen, eentje heeft vinkje, eentje andere vinkjes, dan is het cv-vinkje veilig. Maar een van de dingen die ik hoor van mensen van kleur, van vrouwen, is dat als ze aan een tafel zitten en dan zit er één vrouw aan tafel en het cv, het riskante cv is ook van een vrouw, kijkt iedereen automatisch naar de vrouw en die mag dan gaan opkomen voor dat riskante cv. Als persoon van kleur is, één iemand van kleur, ook als het een heel andere etniciteit, kijkt iedereen daarna, nou ga jij maar eens even voor die persoon opkomen. En waar ik op zoek ben naar een strategie, dat je dus zonder te vervallen in zeg maar, het reproduceren van de ongelijkheid op een hoger niveau, wit helperschap, al dat soort dingen. Hoe kunnen nou mannen die het doorhebben, op zo'n moment opkomen voor het riskante cv, zonder dat ze anderen voor de voeten lopen? En ik denk dat dus van de ene kant vind ik het goed hoor, hak vooral een beetje in op die zeven vinkjes, ik doe het ook. Maar tegelijkertijd, als ik aan de zeven vinkjes in mijn omgeving denk, dat zijn toch weer ook hele complexe mensen. En die hebben ook mensen van wie ze houden met andere vinkjes. En er zijn ingangen bij ze. En wat ik ontdekte is dat ze zitten echt nog in die onschuld. Een deel daarvan zal er ook in blijven, daar hebben we nu aparte politieke partijen voor, die heet Forum tegen Democratie, die wordt ook weer geleid door een zeven vinkje. Maar het is hoopvol dat er nog een hoop van die mannen zijn die echt geen idee hebben. Want als ze een idee krijgen, zouden ze nog wel eens kunnen. Ze gaan niet ontzettend veel doen, maar ze kunnen wel wat doen. En dat, ja, daar ben ik toch wel enigszins optimistisch over. Oké. Okay. Mag ik een lans breken voor nog een profiel? Ja, en dan gaan we even naar de zaal. Maar go ahead. Okay. Er is nog een profiel en die kennen we allemaal. Tussen die zeven vinkjes zitten er ook wel eens mensen. Dat zijn van die lichtpuntjes. Ik zou nooit kunnen doen wat ik doe. Zoals mannen en vrouwen van de zeven vinkjes die op persoonlijke titel mij eruit hadden gepikt. Kennen jullie die? Ja. Die bestaan. Ja, sleutelfiguren. Die bestaan. Ik, ook bij Nijenrode, er zit een vrouw, Annemieke Robeek enzovoort, er zijn een heleboel van die mensen, die zien jou. Maar die doen het niet als in dat systeem, die pikken jou er zo uit. En die moet je in de gaten houden. Ja, maar dan moet je wel Nijenrode eerst binnenkomen. Nee. Je moet je best doen. Wat we allemaal doen. Je moet ontzettend je best doen. En dan zitten er één of twee mensen in zo'n zaal. En die zien jou. En meestal zijn wij getraind om te praten voor zo'n hele zaal. Maar er zitten altijd één of twee mensen die denken, hé, dat is wat. Je herkent hem, hè? Totaal, ja. Dat okay. Noem ik ook, dat is ergens een privilege, natuurlijk. Ik ben echt omringd door, maar Ik ben echt niet gedepriveerd geweest in dat opzicht. Want inderdaad, er zitten heel veel mensen in mij. En ik denk dat is natuurlijk wel. Ik denk fijn zou zijn dat er heel veel mensen zouden. Maar dat is natuurlijk helaas niet zo. Die voldoende honger hebben omdat ze enigszins relatief gedepriveerd zijn. Maar tegelijkertijd zoveel privilege hebben dat ze die privileges gaan zien. En daardoor extra hun best gaan doen en natuurlijk ook weer om zich heen kijken, want zij snappen de ervaring van die relatief gedepriveerde persoon. Dankjewel. Ik zou allereerst een applaus voor al mijn gasten willen hebben. APPLAUS